We staan hier op Edam busstation. Wat is er gebeurd? Ja, dus vanavond heeft hier tegen acht een tragisch ongeval plaatsgevonden. Een passagier uit een van onze bussen die begreep dat de bus waar hij in zat niet naar Amsterdam ging. Hij wilde naar Amsterdam en is naar de bus gerend die naar Amsterdam ging. En daarbij is wat misgegaan en is hij onder de bus terechtgekomen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat wordt nu onderzocht. Dat wordt ook onderzocht door de politie. Uiteraard verlenen wij al onze medewerking eraan. De beide chauffeurs, chauffeur van de bus die wegreed als de chauffeur van de bus die het heeft zien gebeuren, worden nu gehoord door de politie. En het onderzoek is in volle gang. Het busstation is afgesloten, dus de bussen die kunnen hier niet komen. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, op dit moment kunnen de bussen hier niet komen, maar we hebben hier mensen staan die de bussen leiden langs de provinciale weg. Ook de reizigers die naar ofwel Horen of naar Amsterdam willen, worden daar naartoe geleid. Uiteraard op een veilige manier. Daar is verder geen probleem mee. Het is enig ongemak voor de reiziger. En de bussen 110, 118 die worden langs het busstation geleid. En het enige probleem is dat hier geen mensen uit kunnen stappen op dit moment.